Vrienden, welkom op een nieuwe autoreview. Vandaag ben ik zeer verheugd jullie mee te mogen nemen in de BMW M44i X-Drive. X-Drive, zeer belangrijk. Ik heb heel veel geluk dat ik een X-Drive all-wheel aangedreven wagen heb vandaag. Want zoals jullie misschien wel kunnen zien, is het een vrij atypisch Vlaams weertje. Het is min 5 en er liggen hier gewoon pakken sneeuw. Ja, ijsbaan. De BMW 440 is in principe ja, de baby M4, want in dezelfde coupé-familie vinden we verder nog de M4 en de M4 Competition. Zie man. Ja, vrij glad. Pas op, onze baby heeft nog wel steeds de achterapsautomaat, de biturbo 6 in lijn, met deze keer 374 pk voor de vier wielen, 500 Nm koppel en de 0 naar 100 doet hij in 4,5 seconden. En terwijl is er toch net iets meer dat sleepergevoel hier dan bij zijn meer potente broertjes. Ja, sleeper, het is te zeggen, totdat je die neus ziet natuurlijk. Ik denk dat dit wel de meest controversiële en meest besproken redesign is sinds de Bengal 5 Series. Ik was zelf al meer gewend aan de look van deze wagen, omdat ik het geluk heb gehad dat ik eind vorig jaar de wagen al heb mogen gaan filmen voor BMW België en voor Make TBWA. Ah, die beelden kan je trouwens nog zien op de The 4 page, dus de pagina van de 4-reeks op bmw.be. Ik was met andere woorden al wel wat gewend geraakt aan de look van deze wagen. Ik was toch verrast toen ik begon te posten op Instagram hoeveel meningen en uitgesproken meningen dat er nog altijd over deze wagen zijn. Mensen die spontaan over hun nek gaan als ze deze wagen nog maar zien. Oké, ik begrijp het, hè. Dat is de eerste wagen binnen een nieuwe designlijn die BMW wil voeren. Het past ook helemaal niet bij de rest van de designs. Maar die grote beverbak of de konijnentanden of de varkensneus, zoals velen hem wel eens durven noemen, die gaat natuurlijk ook terugkomen in andere BMW modellen. Want ook de iX EV SUV die er binnen een paar maanden aankomt, gaat diezelfde neus hebben. En ik kan me voorstellen dat binnen dit en een jaar er een heel deel van de BMW's met dit soort neus gaan rondrijden. BMW zelf zegt dat ze de lange verticale nierenlayout hebben gekozen om eigenlijk terug te grijpen naar hun oerdesign, naar hun oer-DNA. En het is eigenlijk maar sinds de jaren 90 dat die nieren veel minder hoog zijn geworden en breder zijn geworden. In de grill van deze M440i vinden we verticale lamellen terug die zich slim openen of sluiten naar gelang dat er extra lucht nodig is. En ik heb ook even gekeken of dat de grill wel degelijk doorloopt achter de nummerplaathouder. En of dat we er eventueel een sideplate van kunnen maken, een beetje Alfa Romeo style. Het eerste kan ik alvast bevestigen. De grill loopt wel degelijk door, al zit er natuurlijk een bumper en is het niet volledig een gat achter de nummerplaathouder. De sideplate mount zie ik eigenlijk ook nog wel gebeuren. Zij het misschien via een sticker en niet de full-size nummerplaat die ik erop heb geplakt. Puur frontaal vind ik die smallere, hoge neus met die dubbele laserlights eigenlijk wel vrij geslaagd. Maar als we dan naar de zijkant gaan kijken, heb ik wel de indruk dat die achterwielen steeds wat te klein uitkomen. Ofwel zit er gewoon wat te veel vlees op die heupen. Ik weet niet wat het net is. Onze wagen staat wel op de 18-duims winterwielen en niet op de 19-duims zomerwielen. Dus dat zal er ook wel mee te maken hebben. Aan de andere kant, in de flank vind ik wel die dent, die verticale dent achter de voorwielen, vind ik wel zeer geslaagd. Die dan doorloopt in die horizontale lange lijn naar de heup. In de coupé-lijn op zich zei het hoe het dak quasi naadloos aansluit op de achteruit die dan weer naadloos in dat koffer overgaat met die spoilerlip. Ja, dat is gewoon echt mooi. Dat is een mooi, mooi coupé-lijntje. En achteraan zien we dan die lichtblokken die eigenlijk vrij ver rondlopen naar de zijkant. En al bij al is alles wat hoekiger geworden. Ik heb af en toe het Lexus-gevoel. En de eerste helft in deze testperiode was het zonnig, maar was het heel nat op de weg. Er was ook heel veel modder en muk op de baan. En ik wou natuurlijk de 180's doen, de donuts draaien, de dingen dat je doet als je met een M rijdt. En daar heeft die vierwielaandrijving mij een paar keer verrast. In die zin dat ik een 180 wou doen, maar dat die met de voorwielen natuurlijk ook vrolijk mij naar de zijkant van de weg wou katapulteren. Dus de 180 werd eigenlijk een hele snelle bocht waar geen bocht was. Was ik niet zo'n fan van. Natuurlijk, dat is niet voor dagelijks gebruik, dat is gewoon om te jonnen. Maar in de sneeuw, toen begon dit, moet ik zeggen dat die X-Drive echt een lifesaver is. Het is zo'n zaligheid om te voelen dat die wagen in de sneeuw zachtjes over zijn gat gaat, om dan die voorwielen te voelen die eigenlijk de wagen terug in de richting trekken waarvan dat de bedoeling is dat je gaat. Ik zou die X-Drive zeker willen aanraden als je ergens woont waar het af en toe wel eens wil sneeuwen.
Deze 440 kan zeer goed gezapig cruisen op de autostrade. En als je wil, dan rijdt die ook quasi autonoom. Maar in andere omstandigheden kan je er ook perfect het beest mee uithangen. ESP op sport, drive mode in Sport Plus en manueel peddelen. Ja, je hebt gewoon een pure pretmobiel met titel soundtrack. Deze wagen klinkt heel goed als je sneller gaat dan 20 km per uur. De BMW M440i xDrive is er in België vanaf €56.400 exclusief BTW. Onze wagen kost €75.350 exclusief BTW. Initieel wilde ik echt doorranten over de looks van deze wagen, want ik was ook echt in shock de eerste keer dat ik deze wagen zag. Maar gaandeweg is er die gewenning gekomen aan de look en ik begin een beetje mijn mening bij te sturen. Het helpt natuurlijk ook door ermee te rijden. Deze wagen rijdt gewoon supergoed. Ik begrijp de designfilosofie dat je als merk terug wil naar je roots, maar ik weet nog altijd niet zeker of dat ik hem dan heel mooi vind of net heel lelijk. Ik ben in ieder geval heel benieuwd wat jullie vinden van deze nieuwe 4. Love it? Hate it? Let me know in the comments. Guys, erg bedankt om weer te kijken naar deze nieuwe review. Het was een hele trage, uitgesneeuwde review, ik weet het. Vragen, meningen, stuur ze me in de comments. Ik ga ze zo snel en volledig mogelijk beantwoorden. Autogerelateerde vragen uiteraard. Like, subscribe als je deze content leuk vindt. Zeer belangrijk om dit kanaal ook te kunnen laten groeien. En dan zie ik jullie erg graag terug in een volgende autoreview. Bye!